Die Jan Paternotte, hè, van D66. Ja, die is weer bezig. Ja, dat is zo'n pestkop, hè. Lekker pesten en treiteren. Ja, dat. Maar nu is hij het, zeg maar, het pesten en treiteren, is hij aan het verfijnen. Ja, hij is nu aan het jennen. Ja, puur jennen. Hij heeft nou een tweet geplaatst. Vrienden, nou hier, ik ga hem je eventjes, hier, en lees mee, hè, hier onderin, gewoon meelezen. Hij zegt, de PVV, nu 2 maanden de grootste. Dat is de tweet. Veel gebeurt in die tijd. Ja, je hebt het gelezen, hè. En dan zegt hij, maand 1, het klimaatfonds van 35 miljard aangenomen. Dat is jenne, hè, ja. En dan aan maand 2, de spreidingswet. Komt er toch? Weer jennen, ja. En dan, nu al zin in maand 3. Nou, je zou hem toch wat, hè? Je zou hem toch wat, die Paternotte. En dat komt alleen maar, vrienden, omdat ik hem niet heb laten winnen. Ja, want pas geleden heb ik de prijs uitgereikt, weet je nog? Voor de badjas van 2023. Badjas staat voor de vervelendste persoon van het jaar. Ja. En die won hij net niet. Die moest hij laten aan die schimmelperk. Ja. En nou denkt hij natuurlijk, die Paternotte. Maar dit jaar, 2024, wil ik hem winnen. Die badjas. Die titel. Nou, ik kan je zeggen. Hey. Paternotte, want ik zit in het comité, hè, die de prijs uitreikt. En ook in de jury. We geven jou, ik beloof nog niks, maar we geven jou wel een hele grote kans.